allemaal, super leuk dat jullie bekijken naar een nieuwe video. En ja, jullie hebben het heel goed gelezen. In deze video heb ik de eer gekregen om Maaike Boudam te interviewen. En ik ken jullie ook wel kennen als Betsy van Big & Betsy. Of Assepoester in Assepoester, de musical van Studio 100. En nog tal van andere producties natuurlijk, maar dit is echt van Studio 100 zelf. En het is zo'n eer voor mij, want ik kijk sinds kinds af aan al naar haar op. Ik vind haar zo fantastisch, ze is zo getalenteerd. En ik heb zeker heel veel geleerd als fan door dit interview. Dus mocht je ook fan zijn van Maaike Boudam of een van de producties waar zij in heeft gespeeld, dan moet je deze video zeker kijken. Nou, hi Maaike. Superleuk dat ik je mag interviewen. Ja, hoe is dat nu met jou? Ja, heel erg goed. Ik woon inmiddels in Nederland. Maar ik sta nog steeds wel heel veel in België. Of ik ben nog steeds wel heel veel in België aan het werken. In een nieuwe Vlaamse serie. En ik sta momenteel in een theater in Izegem in België. Met een comedy. Dus privé gaat het ook goed. Ik heb een heel leuk kind van 15 jaar. Je bent wel opgegroeid in België, klopt dat? Ja, ik kom uit Zeeland. Een sluis, dat is een dorpje of een klein stadje, zeg maar, tegen de Belgische grens aan. We konden echt gewoon naar België lopen. Ik ben ook wel thuis in België, omdat het gewoon dichterbij was dan een ziekenhuis in Nederland. Maar ik ben wel gewoon echt Nederlands en heb heel lang in Nederland gewoond, maar dan in België gestudeerd. Ik heb een toneelopleiding in België gedaan. Dus vandaar dat die landen die elkaar van mij. Dus je kan eigenlijk alle twee de accent. Je kan Nederlands en Vlaams. Ja, wel. Ik kan dus ook Vlaams praten, als je weet, hè. Ah, ik ben ook helemaal fan van Like Me, trouwens. Kijk weer. Ja, en toen ik je zag, ik vond het zo geweldig. Maar ik loop één weekje achter, dus ik ben nu met die vader van Karen met jou wat uitgemaakt. Not gonna happen. We moeten echt terug in de tijd, natuurlijk. Dus voor mijn geboorte nog. Naar 1999. Want als het goed is, het begon toen jouw hele musical carrière. En ook binnen Studio 100. Ja, hoe is dat precies van start gegaan? Zag je een casting call ergens al in een krant of zo? Of? Ik zat op het conservatorium, toneelopleiding in Brussel. En iemand vertelde me dat er audities waren voor Assepoester. En ik zat in mijn tweede jaar. En in ons vierde jaar mocht je stage lopen. Dus ik dacht, nou ja, weet je, dan ga je in je derde jaar auditie doen. Maar dan is het echt de op of de onder. Dus ik dacht, het tweede jaar gewoon alvast eens een keer auditie doen. Dan heb ik dat maar al eens gehad. Weet je, dan weet ik hoe dat is en zo. Want ja, je hebt een paar minuten binnen buiten. En dan daar komt het op aan, zeg maar. En toen werd ik aangenomen voor Assepoester. Dus ik was natuurlijk mega blij en... Ja, op school vonden ze dat iets minder leuk. Toen zeiden ze van, ja, je moet kiezen. Nou ja, dat was voor mij geen keuze natuurlijk. Want ja, ik wilde wel sowieso wel mijn opleiding afmaken. Maar ik ging niet die rol laten schieten. Dat was geen vraag. Dus toen ben ik naar Gent gegaan. En heb ik daar mijn opleiding verder afgemaakt. Mijn laatste twee jaar. En zo kwam ik dus bij Assepoes. En dan voor Big & Betsy, dat was dan wel grappig, want we waren aan het repeteren voor Assepoester. En toen kwam iemand naar me toe en die zei, ja, je moet even naar het kantoor van Gert Verhulst en van Hans Boulon. Toen dacht ik, oh nee, het is het einde. Ze gaan niet zeggen dat ik die rol toch niet mag spelen, dat ze zich bedacht hebben. Toch iemand anders gaan nemen. Dus ik ging echt met knikkende knieën naar dat kantoor. En toen zeiden ze, ja, we willen een nieuwe reeks maken. En dat was dan eerst, Big & Betsy was dan eerst, zeg maar, tussen televisie kinderprogramma's in, zeg maar. Mm-hmm. En wil je daarvoor casten? Nou ja, ik viel van mijn stoel en dacht, ja, natuurlijk. En toen liep dat zo ontzettend goed. Er kwamen echt zakken vol met post, want kinderen konden dan tekeningen insturen. Ja. En bij VTM, dus zeg maar de Belgische RTL, kan je het mee vergelijken. Mm-hmm. En dat zij zoiets hadden van, ja, dan moeten we er echt een serie van maken. Want het is zo, dit wordt nu al zo goed bekeken. En zoveel reacties erop. En toen, dus eerst waren het gewoon korte fragmentjes tussen de programma's door. Ja, met echt
zo'n ja, Big en Betsy die dan de programma's aan elkaar praten. En deed Peter Thijssen toen ook al Big? Ja, van de vorige keer. Altijd gedaan, ja. Hij is fantastisch. Ja, I know. En hij is ook daarnaast nog eens echt een superleuke, lieve collega. Oh, dat vind ik wel goed om te horen. Met elkaar, ja. Hoe was jouw eerste reactie toen je überhaupt Big zag? Like, die pop is zo mooi gemaakt. Nou, het is geen pop even, hè? Hij is echt. Op beeld ziet hij er best wel goed uit, vind ik. Maar dat is ook op de manier hoe Peter ermee omgaat. Hoe hij die doet. Maar als je de pop op zich ziet, die is zo stug en zo... want Peter is echt een hele goede poppenspeler. Maar hij zei ook van, het was zo moeilijk om daar beweging in te krijgen in die kop. Maar ja, van zodra dat hij er dan mee aan de slag gaat... Ja, want ik dacht ook in het begin, is dat dan misschien moeilijk, hè? Want je ziet hem toch ook onder... Hè? Ik zie Peter dan onder de tafel liggen. Ja. Of waar zat Big? Aan zat. Maar hij maakte dat beest zo tot leven dat ik heb daar nooit moeite mee gehad. Ik heb echt altijd naar die pop kunnen kijken. Oh, maar hoe zat dat nou in elkaar? Het was gewoon een gat aan de onderkant waar hij zijn hand in stak? Ja. Oh, heb je het gemist? Als je in dat oortje knijpt, dat hij dan een scheet laat of niet? Of is het nee, nog... deze niet. Ik heb hem ook echt heel random gevonden in een doos weer. Maar ik kan wel helemaal die staart zo... Ja. Heb je die ook? Of heb je die nooit gekregen? Ja, die heb ik ook. En dan heb je er ook een. En die is net iets groter nog. Ah. En in dat oortje knijpt, dan laat hij een scheet. Ja, het is ook echt... leuk. Maar je hebt ook die echte pop echt al heel lang niet meer gezien, toch? Ja, klopt. Ik neem aan dat die wel ergens nog in de kant... Ja, in een magazijn, denk ik. Ja, denk ik wel. Dat is zonde eigenlijk. Ja. Maar die, want dit is natuurlijk een plusje dingen, maar die pop was echt gewoon, dat was helemaal glad. Ja, echt een akkertje. Een lichaamsdeel. Dus normaal... Ja, hoe is dat? Waren het twee verschillende of zat het er gewoon aan vast? Je had dus dat hoofd en dan had je het lichaampje met die armpjes. En dan had je ook nog een ander set, dan had je dus datzelfde hoofd wel weer. Want dat was ook echt gegoten naar Peter zijn hand. Mm. En dan had je een lichaampje eronder. Dus echt met zijn lijfje en dat krulstaartje en zo. En dat, als hij dan op andere plekken lag, dan werd dat er aangezet, zeg maar. Ja, dat doet me ook meteen denken. Dat vroeg ik me altijd af, hè. Want er is soms, natuurlijk als jullie bij de, hoe noem je dat, bij de schuurdeur stonden, dan zat hij op de grond. Kijk, ja. Is dat een aparte vloer met een gat erin? Of hoe zat dat? Verhoogd vloertje. En daar lag Peter dan weer onder. Ja, ja, die man die lag echt soms in benarde situaties. Onder de tafel, dat was dan het meest fijne, zeg maar. En hij had ook echt zo'n dingetje waar hij dan zo helemaal in kon liggen. Een soort poelachtig iets. En dan had hij een klein video of een klein schermpje waar hij zichzelf dan op kon zien. He, dus dat wat de camera zag, dat zag hij ook. Dus hij moest dan in spiegelbeeld, kon hij dan alles doen. Ja, ik vind het reuze knap. Ja, ja, maar hij heeft natuurlijk ook Samsung gedaan. Dus blijkbaar was die 100 ook van goede poppenspeler. Ja, maar hij had ervoor, hij heeft altijd bij het theater Foufou gewerkt. En dat is, als Nederlander zeg je dat misschien niks, maar in België is dat echt een begrip. Dat zijn echt, die maken echt voorstellingen. Vooral voor kinderen en jeugd, maar allemaal met poppen. En echt hele mooie, soms ook grote poppen. En dat is echt een begrip in België. Ja, we gingen al naar Big en Betsy kant op, maar ik heb nog allemaal assenpoester dingetjes. Oh, ja. Kan je nog herinneren, waren er veel meiden die auditie deden dat je dacht van, dit wordt hem niet? Want je zei al een beetje van, ja, je dacht gewoon, ik ga er in en uit klaar. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik weet wel dat ik samen met Grietje van der Heijden, want normaal zou die rol zouden... Mm-hmm. Maar Grietje heeft hem dan een paar minuten teruggegeven. Is dan wel in het ontzettend gebleven. En was dan wel zeg maar een understudy voor het geval. Maar ik heb ze gewoon gelukkig allemaal kunnen spelen. Maar weet je wel waarom dat was? Waarom ze hem terug had gegeven? Ja, ze vond het... Grietje zat bij mij in de klas. Dus nog steeds een hele goede vriendin. Ze vond het gewoon echt te veel. Het was best wel hoog geschreven ook. Het was echt een sopraan. En zij is eigenlijk een mezzo. Maar ja, het werd allemaal nieuw gemaakt natuurlijk.
Dus zij kwam erachter van, ja, ik trek dit niet. Dit is gewoon niet, dit is niet voor mij. Nou, ik vind dat zo dapper dat je zo zijn en dan kan zeggen van, oké, ik weet je, het is goed zo. Ik blijf in het ensemble zitten. En dat heeft ze fantastisch gedaan. Ja, ik vind het heel knap dat je... dat te zeggen en dat door te voeren, zeg maar. Ja, ik wou zeggen, ik zou dat zelf denk ik niet durven. Want straks verpest je gewoon je hele kans of zo. Ja. Wat het daarom, want misschien, ik denk... Als je echt voelt dat het te lastig is... zeker als een partij, als het gewoon te hoog geschreven is voor je... kan je niks aan doen. Dat zegt niks over je talent of over hoe je ermee omgaat. Nee, maar hebben ze dat niet bij de auditie dan gehoord of zo, dat ze het gewoon kan? Ja. Dat ze misschien zelf dacht dat ze het niet kon? Dat is toch ook gek? Want ze hebben het natuurlijk wel een beetje, denk ik... Ja, nou, wel heel perfectionistisch. Dat is wel absoluut een feit. Maar nieuw geschreven. Dus, en ik denk dat Johan van den Ede, die de muziek heeft geschreven, het misschien meer... op mijn stem timbre heeft geschreven dan op die van haar. En ik denk dat het dan daar... Maar de liedjes waren toen nog niet eens gemaakt dus eigenlijk? Nee. Ik denk, ze hadden alles al helemaal af? Nee, want die audities... Ook, volgens mij waren die audities... dit is wel echt heel lang geleden. Die moeten ergens in april of zo geweest zijn. Ik weet nog wel dat het zomer was, dat het buiten, dat het mooi weer was toen ik het vertelde aan de rest van de klas. Ik ga auditie doen. Hier kan je aanmelden. Dus voor iedereen die wil. Ik weet dat dit niet mag, maar ik ga het wel doen, zodat dat duidelijk was. Dus die audities die moeten ergens in april of zo geweest zijn, of misschien mei. En dan zijn we natuurlijk pas beginnen repeteren in, wat zal dat geweest zijn? Januari of zo, denk ik. Zoiets. Februari misschien pas. Maar het is dus wel heel uniek dat ze het eigenlijk gewoon nog niet af hebben. Toch? Dus dat ze eigenlijk op jouw stem de hele nummers hebben gebaseerd. Dat is wel heel speciaal. Ja, dat is wel waar. Ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Ik luister dat album zo vaak. En ik vind het zo underrated gewoon. Maar dat komt denk ik ook omdat Studio 100 heeft het nooit uitgebracht meer. Bijvoorbeeld kinderen kunnen nu nog steeds Die Door een Roosje kijken. En Die Drie Biggetjes. Oh. Maar Assepoestia is niks mee gedaan. Ik heb hem echt pas 2 jaar geleden, denk ik, voor het eerst gezien. Toen iemand mij een bootleg stuurde van de gefilmde versie. Maar toen ging ik het album zo vaak luisteren. En ik vind die nummers zo mooi. Gewoon Droomprins en Het is voorbij. En toen, ik bleef gewoon dagen daarna nog steeds Amadou en Amadou. Oh. Ontzettend leuke met mensen. En het was natuurlijk ook zo'n ding. Ik weet niet of dat je dat had meegekregen. Maar het jaar ervoor, dan speelden ze Sneeuwwitje. En dat was toen... Ja. Met een bekende Belgische zangeres. En, dat was met Kus zeker. Kus, dat heeft zelfs CNN gehaald. Oh no! Dat je niet wilde worden door de prins. Ja joh. En die Chris van Tongelen, die ziet er nu nog steeds wel goed uit. Maar dat zeker toen, dat was echt wel een mooie man. Dus dat was natuurlijk het ding. Bij mij werd natuurlijk bij elk interview werd dan gevraagd. En, gaat jij wel kussen? Kijk hè, ja. En hoe was dat eigenlijk voor jou? Je eerste theater, zo vond je het eng? Nee, dat stelt niks voor, dat is gewoon dit. Dan is het goed. Oké, wacht. Ik ga even een stukje doen. En dan wil ik kijken of jij verder kan. Oké, maar mijn stem is dood. Dus ik ga hem gewoon een beetje zeggen. Dit was het dan, mijn eerste feest, mijn laatste feest. Zo'n mooie prins. Da-da-da-da-da. Mooi geweest. Dat is een andere zin. Wel bij, hij zat in principe goed. Alleen daarna kwam Ik Mag Niet Klagen. Het is best wel mooi geweest. Oh, oké. Maar die moet je doen. Ik wil hem horen. Ik mag niet klagen. En dan, wat was het dan? Het is best wel mooi geweest. Dat is precies hetzelfde. Verlaat. Geweest. Ze wilde hem ooit terugbrengen, toch? Of zo had ik gehoord als de booster. Echt? Ja, geen idee. Ja, waar was een plan over? Maar ze moeten je gewoon weer vragen. Ja, nee. Zie jij een rimpel? Zie jij een rimpel? Ik niet. Kan toch? Ik weet dat ik in mijn contract van als de booster stond dat ik een mobiele telefoon moest hebben. Dus dat was ook je eerste telefoon, heb je toen aangeschaft?
Nou, dat komt ook allemaal eraan verbonden. Een heel klein dingetje waar je dan tekst kan lezen, ja. Omdat het nu natuurlijk gaan we helemaal into Big and Bad. Die hebben we al een beetje gedaan, maar toch ga ik even mijn staartjes maken. Mijn ogenstaartjes, wacht even hoor. Nou, dit staat voor geen meter, maar kijk, ik heb ook een beetje zo'n outfitje aangedaan. Ja. Jij denkt echt, wat een gestoorde fangirl. Maar dit is weer helemaal in, hè, die tuinbroeken. Ja, nou, jij bent een trendsetter. Dat komt allemaal door jou. En maar soms hoor ik het serieus nog op de radio, hè. Als je van die kidsradio's aanzet. Oh, echt? Dat is zo funny. Like, ik hoorde een paar dagen geleden dat Winkjeslied. Och. Ik kreeg eens een aantal jaar geleden kreeg ik een berichtje van Richard Roerendijk. Die stuurde een filmpje dat hij was in Dubai op vakantie. En hij zat in echt zo'n chic hotel. En daar draaiden ze in de foyer. Draaiden ze, hallo, hallo. Wat? Wat random. Maar, hè? Dus niet bij een kinderdisco of zo. Gewoon random in de foyer. Ben je ooit in Dubai geweest? Ja, één keer. Ja. En ze kenden je niet. Misschien had je een stukje moeten doen. Maar kun je mijn staartjes goed? Want ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Want ik zie mezelf echt nauwelijks. Oh ja, leuk. Ja, Betsy, is het goed gekeurd? Ja. Heb je alleen nog je varkentje nodig? Die heb je naast je daar. Hoppatee. Big. Toen was de show, er was al een tijdje op televisie. En dan weet ik niet meer precies of dat het alleen nog maar de serie was. Of was de serie net begonnen. Dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval, we gingen toen een tour doen langs de Belgische kust. Een zomertour. En dan was er een groot podium op de boulevard. Mm-hmm. En dan konden we er allemaal voor zitten. En dat hadden ze wel heel goed georganiseerd van Studio 100. Dus je had het zo'n soort wagen of ja, gewoon echt een podiumpje. En dan daarvoor was het met hekken afgezet. En daarbinnen konden al die kinderen zitten. En de ouders die moesten achter de hekken staan. Dus die kinderen konden ook alles zien. En dan deden we een tour met een showtje van Big and Betsy. Dat duurde, ik denk, 40 minuutjes. Met liedjes en een klein dingetje. Big die moest naar de dokter en dat durfde die dan niet. En zoiets. En moest die gewassen worden, nou, bla bla. Maar goed, dat was de eerste echt contact had met je publiek. Ja, want dat is natuurlijk anders als je op het podium staat. Dan heb je rechtstreeks contact. Maar op televisie, ja, ik had geen idee. En dan kwamen we op en dan liet Big natuurlijk een scheetje. En dan zei ik, Big, wat zeg je dan? En dan al die kinderen, sorry, de snorrie, Betsy. Maar Peter en ik, we hadden allebei echt zoiets van, wat? Die kennen het gewoon allemaal. En die konden al die liedjes zingen en zo. Maar dat was zo'n eye-opener. Dat was wel echt heel gaaf om dat mee te maken. Ja, ik wist oprecht niet eens dat er... Waren er heel veel optredens gedaan van Big and Betsy? Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Dit was dan zo'n zomertour ding. En dan toen ze Plopsaland dan hadden, hebben we daar nog wel een aantal optredens gedaan. En dan de grote Sinterklaasshow in het Sportpaleis. Nou, dat... Oh, dus heb je wel nog gedaan? Oh, dat wist ik ook helemaal niet. Dat is echt... Ook één keer trouwens in Ahoy. 1 jaar. En dan wij presenteerden dat met z'n tweeën, Peter en ik. Maar dat waren 3 shows op een dag. En dat was echt killing gewoon. Want je krijgt zoveel energie van die kinderen, van al die ouders. Maar je geeft dus dan ook ontzettend veel. Maar is dat dan een verschil met andere musicals? Want daar doe je soms ook wel 2 of 3. Waarvoor vond je dit dan zwaarder? Of om die energie vooral? Ja. Ja, je geeft toch net iets meer als je het... wij presenteerden dan die show. Of presenteerden. Dan kwamen soms een Gert, die kwam wel langs. En Kabouter Plop kwam langs. Maar ja, wij moesten het hele ding doen, zeg maar. Met zingen, met dansjes, met al die dansertjes die ook echt fantastisch waren. Die waren allemaal getraind bij Ivy Hagelstein, die choreografe. Maar dat was gewoon heel erg veel, omdat je geeft dan toch net iets meer, omdat het gewoon zo'n gaaf gebeuren is. En er zit in het Sportpaleis wel zat 10.000 man in. Wauw. Ja. Helemaal uitverkocht ook?
Ja, 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 vol gewoon. Vol, drie dat keer. Insane. Zeg je dat ook? Hoe bekend dat is geweest toen de tijd? Ja, kijk, op dat moment ja, ben je gewoon je ding aan het doen. En ja, ik was natuurlijk nog heel erg, ik was nog heel erg jong. En het, ik was zo aan het werk. En zo, maar ja, ik was toen wel heel erg dankbaar. En dat ben ik nu alleen nog maar nog meer. Dat ik gewoon die kans heb gekregen om dat te mogen doen. En nu nog steeds, want het is nog heel lang op televisie geweest in België. En nu nog steeds, als ik dan in België, vorige week was ik in Antwerpen, omdat we daar aan het spelen waren. En ik ging even koffie halen. En dat meisje achter de toonbank, die zei, amai, jij bent Betsy. Ik zei, oh, hi. Maar ja. Dat moet vaak gebeuren. Ja, dus. Ja, mijn kind is er inmiddels ook wel aan gewend. Dat als we in België zijn, dat soms mensen dan heel raar naar me kijken ineens. Ja. Is jouw zoon hier ook mee opgegroeid? Of heb je hem totaal niet laten zien als kind? Jawel, maar het is natuurlijk, we woonden toen in Nederland. En daar was het natuurlijk dan niet op televisie. Of ja, misschien wel eventjes, maar niet zo wekelijks. Ik had vooral de dvd's, dus ik heb geen idee hoe dat in Nederland. Maar wat wel heel erg grappig was. Ik speelde, wat speelde ik dan? Oh ja, Sound of Music. Nee, dat kan niet. Sunset Boulevard. Dat was een Nederlandse musical. En we gingen op toeren. Mm-hmm. En toen was Luca net een jaar oud. Of net niet, zoiets. En ik nam Luca bijna altijd overal mee naartoe. Dus we zaten op hotel in Antwerpen. Dus we konden eindelijk eens televisie kijken, VTM kijken. Ik zei, kijk, dit is mama op televisie. En hij zei, kijk ze. Zei hij, dat had hij niet veel zin in. Dat vond hij maar heel erg raar. Ja, dan heeft hij het wel eens een keer gezien. Maar niet, ik denk ook dat misschien heel raar is. Dat je dan naar je eigen moeder moet kijken. Dat hoor je echt heel vaak. Echt ook bij Friends en zo zeggen die acteurs ook. Mijn kind wil er echt niks van eten. Terwijl iedereen zegt, oh my god. Maar dus voor hun is het gewoon een moeder. Ja, daarom. Nou ja, en dat is het natuurlijk ook. Het is echt maar gewoon een vak. En ik ben heel blij dat ik het vak mag uitoefenen. Maar het is ook maar gewoon werk. Als we naar de wc gaan, dan stinken we allemaal evenveel. Precies. Maxima, Gert, iedereen. Het. Ja. Precies, Maaike. Goed gezegd, meid. Oké. Ja, wanneer, kan je nog herinneren, ontmoet je de rest van de cast van Big and Bad, dus van de serie? Ja, een aantal kende ik er wel al van. Fred van Kuik, de meneer die Suikerbui speelde. Opa Fonkel. Ja, leuke man. Die speelde de vader van de prins in Assepoester. Ja, tuurlijk, ja. Ja, dus die kende ik al. Ja, en de andere Mirjam had ik ook wel al eens een keer. Mirjam is trouwens een superleuk mens, fantastisch. En de andere, die had ik wel eens een keer ontmoet. Maar wanneer dat dan? Ja, dat weet ik niet meer. Dat is echt te lang geleden. Ja, en Chris, Kabouterlui, had je hem niet toen al ergens? Ik wel van in de wandelgangen, maar dan nog nooit echt mee samengewerkt. Maar was iedereen gewoon fijn om mee samen te werken? Had je gewoon een klik met iedereen? Dat? De mensen waren heel erg leuk. En wat ook heel erg fijn was, was onze crew. Dus we hadden sowieso één vaste cameraman, Herman. En daar kwamen nog altijd wel een aantal bij, want werd dan multicamera opgenomen. Dus dat zijn er dan minimaal twee. Nou, we hadden er meestal drie. En we hadden ook een vaste regisseur, Johan Gevers. Fantastisch. Ja, dat is zo belangrijk, omdat je maakt zulke lange dagen. Soms zat ik om 6 uur 's ochtends in de make-up. En dan gingen we s'avonds om 8 uur naar huis. Die nam echt 1 aflevering per dag dus eigenlijk op? Of ja, meerdere door elkaar? Ja, niet standaard, maar op een bepaald moment hadden we echt wel die routine erin. Want toen speelde ik al Elisabeth in Duitsland. En dan moesten we opnemen op korte periode, omdat we hadden een zomerstop daar. En toen hebben we echt... we hadden 3 weken zomerstop. Volgens mij hebben we echt 3 weken gedraaid. Ja, en dan hebben we heel veel afleveringen gedraaid. Ja. Jeetje, dan van 25 minuten. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Dat denk je dat is zo opgenomen. 25 minuten aflevering, dat is echt killing. Ja, met die pop elke keer op een andere plek zetten. Ja, je loopt niet.
Lana daar en dan, nee, oh wacht even, dan moeten we die pop daar. En pas je eronder, Peter? Ja, oké. En dan is dit dan... Ja, en die vloer dan weer, die moet ook weer helemaal worden verzet. Ja, dat soort dingen. Ja, kleedpartijen en of werden er met taarten gegooid. En we hebben eens echte varkens in de stal gehad. In muizen. Ja, het leeft nog steeds eigenlijk, hè, heel erg. Ja. Maar heb je nu nog van de jonge generatie? Ook? Of totaal niet? Nee, ook wel. Ook wel. Ik kreeg nu onlangs ook wel dat mensen dan echt naar Like Me kijken. Dat vond ik dan ook wel leuk om te horen. Ik dacht, oh ja, goed. Ja, ja. De kracht van televisie is het dan, hè? Ja, het blijft altijd, forever. Hoeveel liedjes waren er van Big & Betsy eigenlijk? Het valt wel mee. Volgens mij waren er... Ja, want ik zat even te kijken. Volgens mij maar 3 of zo, toch? Of 4? Ja, zoiets denk ik. Want er zijn meer liedjes bijgekomen omdat we die show deden. Want okay. Die muziek, dat was echt voor die theatershow. Hij moet... Ik wil nou zeggen, hij moet sterven, maar dat kan natuurlijk niet. En Op een onbewoond eiland hebben we ook gedaan, voor Kinderen voor Kinderen. Oh, dus je hebt ook covers gedaan? Ja, ja. En dan het Windjeslied. Okay. De 4. Ik ben echt niet zo... En dan, die meisjes, er was ook één jongen bij, die was echt fantastisch. En die kon echt heel goed dansen. Dus toen dacht ik echt, moest ik ook proberen dansen. Hi! Maar goed, ik kan leuk bewegen. Ja, maar sowieso, je hebt zoveel musicals gedaan. En we hadden het ook al in het begingesprekje over Mary Poppins. Want ja, voor mij, dat is heel lastig uitleggen, maar voor mij betekent die musical zoveel. En dat is ook de eerste keer als het goed is dat ik jou live zag. Oh, echt? Ja, en ik heb, toen was ik denk ik 9 of 10, dus ik weet echt niet meer, heel lang geleden. En ik heb hem laatst op West End gezien en ik had zulke hoge verwachtingen voor die rol van Winifred. Want ik luister heel vaak naar dat liedje van Echtgenoten van die jij zingt en ik vind het zo mooi. En die in West End versie, die ontroerde me niet of zo, het pakte me niet. Dus jij hebt echt die lat zo hoog gelegd. Oh, dan moest ik echt even zeggen, ik vind het zo mooi. Nou, dat lief. Ja, en dat was wel echt een hele moeilijke... Ik ging toen precies in die repetitieperiode door een scheiding heen. Dus ik ging scheiden van de man, van de papa van mijn zoon. En dan heb ik 1 song. De titel is daarvan Echtgenoten van. Oh. Ik bedoel, dat is echt te erg, ja. Maar goed, ik heb er een musical award mee gewonnen. Dus het was echt... Maar je hebt dan al je gevoel in kunnen leggen, toch? Ja, ja. Ik voelde dat ook echt. Ik weet niet wel, ik probeer het ook een beetje te vergelijken als ik dan weer eventjes luister naar de West End versie. Niet dat het slecht is hoor, ze deed het gewoon supergoed. Maar er zat zo'n verschil, er zat zoveel kracht in die van jou of zo. Ik weet niet, misschien heeft dat er ook mee te maken. Ja, dat was wel, want we gingen het dan repeteren en dan op een bepaald moment... Dat waren 3 producenten, hè? Joop van den Ende, Cameron McIntosh, uiteraard, en Disney, uiteraard. He, Joop is daar dan eigenlijk bijgekomen omdat het dan in Nederland kwam. En dus die 3 producenten die hadden dan ook allemaal iets over te zeggen. En natuurlijk op een bepaald moment komt dan Cameron McIntosh. De grote, kleine Cameron McIntosh. Want hij is eigenlijk helemaal niet groot, maar ja, het is een grootheid, zeg maar. En die dus had de doorloop gezien. En toen zei die, hadden ze dan gezegd, ja, de dag daarna wil Cameron wil met je werken. Dus toen dacht ik, oké. En toen zei die... zei hij, ja, it's really good, but you know, that end note, it has to be a little bit bigger. En dat eindigt eigenlijk heel klein, een heel dunne, zachte, lange noot, die moet je wel een beetje aanhouden, maar gewoon eigenlijk zo'n, dat je denkt, hè, zo'n ballon die je laat wegvliegen en dan lost het in niks op eigenlijk. Dus hij wilde dat einde, dan wilde hij wat meer power. Maar dat zit zeg maar precies op een breuknoot. Dus toen zei ik tegen hem, so you want it like big or do you want it like big? Toen zei hij, ik zeg, oké, wait a second. Dus toen ben ik een paar meter van hem weggegaan. Hij heeft die noot gezongen en hij had echt zoiets van, that kind of big, I love it. Het eigenlijk helemaal niet in die partituren. Dus dat hebben ze moeten aanpassen en ook de muziek eronder nog steviger laten doorlopen. Want ja, anders dan zing je iedereen naar huis en dan hoor je geen orkest meer. Daarna heb ik je ook nog 2 keer in Hartsvrienden gezien. Oh ja. Dat vond ik ook heel gaaf. Ja, dat was echt geweldig. Die musical vind ik ook heel underrated. En daar werd je een beetje psycho.
Dus dat is ook wel leuk om te zien. En ik had toen ook nog die serie van jou gezien die je met jouw goede collega en vriend Steve heet die volgens mij. Had je zo gestalkt gemaakt of zo? Ja, ja. Stalker. En daar had je ook met zo'n mes en alles. En toen in Hartvrienden ook. Dus ik vond ik even geinig. Dan zeg je psycho-era, weet je wel. Ik was opeens van Betsy naar. Ik ben blij dat je nog steeds gewoon heel veel gecast wordt en zo. En nu in Like Me, gewoon zo'n grote serie weer. Daar sta ik weer in Nederland op de bühne. Daar ben ik ook wel heel erg blij. Ja, vertel daar meer over. I wanna know. Ik ga meespelen in de musical De Tocht. Een musical over de Elfstedentocht in Leeuwarden. Ik vind het ten eerste fantastisch dat hier over zo'n Nederlands icoon of iconische gebeurtenis, dat daar een voorstelling rond wordt gemaakt. Dat vind ik wel echt heel erg mooi. Ik was 9 en 10 toen de Elfstedentocht speelde, of niet speelde. Toen die echt was. Zeg maar. Daarna is hij nog eens geweest, maar die herinner ik me niet meer zo veel. Maar die toen ik 9 en toen ik 10 was, dat was voor mij echt een belevenis. Mocht de televisie de hele dag aanstaan en dan kon je zien hoe dat allemaal gedaan werd. En heel het land, alles was alleen maar over de Elfstedentocht. En dat was zo'n happening. Duizenden mensen die kwamen naar Friesland, naar al die plaatjes, zeg maar, al die 11 steden om mee te schaatsen of te supporteren. Of we hoorden nu onlangs ook dat ze op een bepaald moment gewoon de bruggen hebben opengezet. Of dicht gehad, is maar hoe je het wil noemen. Zodat er niet nog meer mensen Friesland in konden rijden. Omdat het vol was. Nou, dat vind ik fantastisch. En dus de makers van De Tocht, die willen deze voorstelling eigenlijk maken als een soort eerbetoon, maar ook voor onder andere hun kinderen of voor de jonge generatie. Mm-hmm. Dat je het soort kan nabeleven hoe dat geweest moet zijn en hoe ontzettend bijzonder zoiets was. Ja, en dat wordt een hele grote nieuwe musical. Dus heel benieuwd of dat allemaal goed komt. Heb je een grote rol? Moet je ook schaatsen? Ik ben de enige die niet moet schaatsen. Ben je daar blij mee? Of wil die stiekem wel? Ja, in het begin wist ik dat natuurlijk nog niet dat ik voor die rol zou gaan. Dus ik ben op schaatsles gegaan. Dat was zelfs nog voor de coronatijd. Zo lang geleden was het al. Toen heb ik schaatsles gevolgd. En het is echt wat anders om te schaatsen met van die gewone witte kunstschaatsjes of van die enorme noren. En nu moet mijn rol dus niet schaatsen. Dus alle andere mensen van de cast, die zijn allemaal flink aan het trainen. Echt. Dus dan zit jij gewoon toe te kijken naar de zijkant. Goed, jongens. Die zijn gewoon echt 2 keer in de week zijn ze. Want nu zijn natuurlijk straks zijn de banen dicht. Maar zijn ze 2 keer in de week zijn ze echt aan het trainen. Ook om dat overstappen. Ja. Maar ben je ook van plan om een keer gewoon een van die schaatsen te pakken en gewoon in de pauze even een rondje te maken? Of niet? Onlangs hadden we ook een perspresentatie en daar moesten we ook al even schaatsen. Toen dacht ik, je moet gewoon niet zeuren, ik kan het gewoon. Dus toen heb ik wel even meegeschaatst. Maar niet met overstappen, want daar waag ik me niet aan. Nee, dat zou ik ook niet doen. Ik moet nog met een rekje erbij. Ik ga niet los. Nee. Nee, echt hoor. Ik ga gewoon op kleine stapjes zo. Dat is niks voor mij. Fantastisch. Maar wanneer begin je? Wanneer gaat het in première? 1 oktober van dit jaar hebben we première in Leeuwarden. Ja, dat kan natuurlijk ook nergens anders dan in Leeuwarden spelen. Dat lijkt me logisch. Het theater zijn ze nu aan het bouwen. En het wordt echt een groot spektakel, musical. Dus dat is heel spannend. We hebben al een aantal dagen zo'n workshop gehad. We hebben al de muziek allemaal doorgelezen of doorgezongen. Het stuk al doorgelezen met elkaar. En dan wordt het eindelijk echt. Want je kan het al thuis al een keer doorlezen. Maar als je het echt van elkaar voorgelezen hoort. Hè, de rollen die iedereen zit al in zijn rol. En is het dan het lezen en is het dan meezingen. Ja, dan komt het echt langzaam tot leven. En dat is wel heel fijn. Een fantastische regisseur, Eddie Habema. Ik zie het wel zitten. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Reet is spannend, maar ook... Oh, wat leuk.
En heb je ook nog een droomrol trouwens? Die je, mocht dat ooit nog een keer voorbij komen, die moet je gewoon spelen? Ja, dat was altijd Elisabeth. Ja. En Ina. Nou ja, die heb ik gelukkig gedaan. Heel blij dat ik Ellen mocht spelen in Saigon. Ja, heel tof trouwens. Ja, moest ik even zeggen. Zulke mooie muziek. Maar jij was volgens mij ook de eerste die dat nieuwe nummer zong. Klopt dat? Ja, dat was... Van... Ja, Brigitte, die is ermee begonnen, zeg maar. Ja. En toen stopte Mary Poppins klaar. Dus toen heb ik haar rol overgenomen. Want nu zit dat nummer echt overal ingebrand. Oh ja. Het is wel heel speciaal dat jullie dat dan als eerste ooit gedaan hebben. Dus jullie hebben die toon ook gewoon gezet. Ja, goh. Ik heb Into the Woods al een aantal keer mogen doen in mijn carrière. De eerste keer op school was ik Rapunzel. En daarna in het M-Lab, ook in regie van Koen van Dijk, was ik Assepoester. Toen was ik zwanger. Zwangere Assepoester. Ja, onbevlekte gevangen. En toen, vlak na de zwangerschap, en Luca was 3 weken oud, toen heb ik hem gespeeld in Italië. Was ik de bakkersvrouw. Ja, dat was wel grappig natuurlijk, want ik ging echt 7 maanden zwanger en ik had echt een enorme toet. Ging ik auditie doen in Duitsland voor die rol. En dat, zij wil natuurlijk heel graag zwanger worden, die bakkersvrouw. Ja. En hoe ben je überhaupt, je hebt zoveel landen gespeeld, hoe ben je daar allemaal terechtgekomen? Nou, die Into the Woods in Italië, dat was in Bolzano. En daar heb je, dat is deels Duits en deels Italiaans. Dus ik heb hem in het Duits gedaan. Daar was een man en die hadden ze gecast, of die wilden ze heel graag, hadden ze gevraagd voor de bakker. En dan hadden ze aan hem gevraagd van, goh... Heb je een idee wie je als bakkersvrouw zou willen? En toen had Karsten Leppe, die had toen gezegd, ja, Maaike Boerdam. Dus toen hadden ze me gebeld en gevraagd van, wil je auditie komen doen? Dus dat was wel heel gaaf. Maar die voorstelling zou ik heel graag mogen spelen. En dan de heks. Dat is nu dan ik had vorige keer een interview gedaan met Joyce Stevens, omdat ik een linkje gestuurd, ik weet niet of die gezien had. Maar dat was ook haar droomrol, hè? Oh, echt? Dus dit vind ik zo grappig. Dus jullie moeten gaan battelen welke hem gaat worden. Oh nee, ik wil niet battelen anders, met je. Gewoon alternaat. Gewoon afwisselen. Ja. Oh, wat leuk dat zo. Had ik echt niet verwacht. Ja, en dan ooit later, als ik groot ben, dan zou ik wel Norma Desmond eens willen spelen in Sunset Boulevard. Maar ja, dat is dan als ik heb. Daarvoor, zeg maar. Maar ik zie dat wel gebeuren. Ik denk niet dat het heel ver buiten je reach is. In Troubles heb je zoveel gedaan. Dus dat gaat vast helemaal goed komen. Even terug naar Big and Betsy. Hè? Heb je nog contact met iemand van de cast? Of echt is dat of al die jaren helemaal niet meer? Ja, nou, soms met Peter. Met Peter Thijssen. En met Mirjam heb ik nog een voorstelling gedaan. De Rozenoorlog. Wanneer was dat? 6 jaar geleden. Maar dat was wel echt heel lang ook na Big and Betsy. Was het grappig om elkaar weer terug te zien opeens? Mirjam zag ik sowieso wel vaker hoor. Het is natuurlijk maar, zeker België is natuurlijk maar een heel klein landje. Want België is maar klein en dan heb je natuurlijk ook is het alleen maar Vlaanderen. Want ja, Franstalige deel, die doen weer hun eigen dingen. Die hebben hun eigen mensen. Mm-hmm. Dus, elkaar toch wel weer snel wel weer tegen. Maar dat was wel heel erg leuk om samen met Mirjam te spelen. Ja, dat is zo'n leuk mens. Dat is echt... En ik vond dat ze dat in... Ik vond dat ze Big and Betsy fantastisch deed. Maar ook de Rozenoorlog echt hilarisch. Ik ga daar echt dingen van opzoeken. Ik ben heel benieuwd. Maar echt over die wat Mirjam deed, dat hoor je nog zo vaak terug op Twitter. Mensen gaan er nog zo stuk om. Ze noemen haar echt de koningin van de bonje met de buren, weet je wel. Zo de eerste Karen. Dus ja, ze was crazy. En dat jij daarmee hebt moeten dealen, echt. Verschrikkelijk, zo'n buurvrouw, hè. Schande. Het is een schande. Ja, precies. Ja, in het nieuws zijn pas geleden wat dingen verschenen over, Pieter Paul Pruim. Ik noem hem even zo. wat zou jij zeggen tegen mensen die het nu wat ongemakkelijk vinden om naar Big and Betsy te kijken, maar het wel heel leuk vinden? Ja, kijk, weet je, ik moet zeggen dat ik heb super fijn met hem samengewerkt.
Het was een hele lieve, een hele rustige collega. Echt geen haar op mijn hoofd die erover na had gedacht dat hij dit soort dingen zou gaan bedenken of zou doen. Of nooit iets van gevoeld of gemerkt. Dat ten eerste. Dus het is altijd een hele fijne samenwerking geweest. En ja, met die liefde en met die aandacht is deze serie gemaakt. En ik hoop dat de kracht van de serie kan blijven voortbestaan. En wij zijn natuurlijk maar gewoon, als je naar de serie kijkt, dan spelen we gewoon allemaal een rol. Het is, wij zijn acteurs. Dus ja, dat is los van de mensen die rol neerzetten. Ja, maar ik probeer dat ook altijd tegen mensen te zeggen. Ik bedoel, Jan is niet Pieter Paul Pruim. Ik bedoel, Pieter Paul Pruim heeft dat niet gedaan, dat was Jan. En jij bent niet Betsy, dat is Betsy. Dus je moet het ook proberen los te zien, denk ik. Ja. En de liefde en de aandacht waarmee deze serie is gemaakt. Ik hoop dat dat gewoon het voortouw blijft nemen. En dat mensen dat kunnen zien, los van alle eventuele... hoe kan je het goed omschrijven? Shit, die mm-hmm. daar daarna, 25 jaar daarna, gebeurd zijn. Het is zo naar dat zo'n donkere wolk erop brengt, hè, meteen. Overal kwam dan Big en Betsy acteur. Ja. En hoe was jouw eerste reactie? Hoe reageerde je überhaupt op toen je het zag? Toen het helemaal niet bekend was dat hij het überhaupt was, want er stond overal Big en Betsy. Ja, ik was toen op vakantie, dus ik kreeg het sowieso helemaal niet mee. Pas toen het eigenlijk al bekender was. Ik was op vakantie met mijn zoon in Italië. En ik probeer dan ook gewoon echt, zeg maar, uit te tunen. Want anders dan, ik moet gewoon echt vakantie hebben. Ja, heerlijk. Dus op een bepaald moment kreeg ik een berichtje van een collega. Ik snap het niet. Als je het doet, snap ik het niet. Absoluut niet. Maar ik vind het ook nog steeds moeilijk om te bevatten dat hij, zoals ik hem in gedachten heb, dat hij dat doet of gedaan heeft. Zeggen dat niet zo is, want dat weet ik gewoon niet. Daar ga ik ook, daar wil ik eigenlijk ook niet. Dat wil ik eigenlijk ook niet eens weten. Het feit dat je het in je hoofd haalt, daar kan ik niet bij. Maar heb je hem ook echt niet meer gesproken na Big en Betsy? Het was echt helemaal... Nee, ook zelfs na Big en Betsy gewoon ook al die jaren ertussen niet. Helemaal niks? Niet meer gezien, niet meer... Nee. Denken wanneer... Want heb ik dan nog met anderen... Want ik heb bijvoorbeeld ook met Fred van Kuik... Heb ik daar dan nog... Is misschien nog een gastrol gespeeld een keer in iets. Maar Chris Kouwenbergs, die heb ik... Ja, die zag ik dan nog wel eens een keer bij 100... Omdat hij daar natuurlijk dan Kabouter Plop deed. En die is ook wel eens naar de voorstelling komen kijken. Met de groep, met de mensen van Kabouter Plop. Oh, leuk. Ja, in Breda. Maar dan weet ik niet meer naar welke voorstelling dat was. Maar ik weet wel dat ze daar toen allemaal waren. Oh, wat leuk. Heb je ze ook daarna nog gesproken? Ja. Maar dat was... Leuk. Het was wel een hele eer ook gewoon dat heel de Kabouter Plop gang naar je komt kijken. Maar dat was natuurlijk, Chris was dus vaker in het Studio 100 gebouw, omdat zij daar natuurlijk nog bezig waren. Maar Jan heb ik echt nooit meer, maar zo'n band had ik niet met Jan ook. Nee, het was echt werk gewoon. En op werk heel fijn, een hele fijne collega, die was altijd op tijd en hij kende zijn teksten en... dingen waren, was nooit te veel, want in lange dagen wordt er echt wel extra van je gevraagd, zeg maar. Nooit problemen, altijd gewoon professioneel. Dus ja, ik viel echt van mijn stoel, zeg maar. Ja, het is echt vreselijk. Ja, nee, maar zoals je al zei, ik hoop dat mensen dat gewoon onthouden. Ja. Ik probeer het gewoon zo te zien. Dat is niet echt zijn moeder. Het is allemaal fictief. Heb jij zelf bepaalde dingen voor Betsy bedacht die oorspronkelijk niet in het script stonden of zo, wat je nog deed? Ik weet wel dat één keer, dan kwam er haar nichtje of zoiets kwam langs. En toen had ik aan Johan gevraagd, aan de regisseur, van... Goh, mag die dan niet een beetje Zeeuws zijn of zo? En toen zei Johan, oh ja, dat is wel leuk. Ja, doe maar. Dus dan ging dat doen. Toen zei hij, maar dit verstaan we niet, hè? Ik, oh. En dat was dan een beetje Zeeuws, maar dat, een echte Zeeuw heeft zoiets van, dat heeft er wel echt heel erg naast gelegen, naast het Zeeuws. Maar je moest natuurlijk ook staanbaar blijven.
Ze zullen er echt wel meer geweest zijn. Maar dat bedoel ik. Het was zo'n fijn team. We hebben het echt met elkaar gemaakt. We hadden ook altijd dezelfde opnameleider. Paco. Ja, en het was echt zo'n groepje. Dezelfde make-up mensen. Wat ook heel fijn was. Ja. Dat was alleen maar een hele leuke tijd. En hoe stopte Big & Betsy? Ik bedoel, was er alleen een plan om de serie te doen? Of een theatershow, een film? Of was het gewoon opeens stil? Nee, ik ben eigenlijk degene die het heeft gestopt. Breaking news! Ja, en we hadden toen 79 afleveringen gedraaid. En ik speelde, ik werkte toen in Duitsland. Elisabeth mm-hmm. aan het doen. En toen hadden we tijdens de zomerstop hebben we nog heel veel gedraaid. En toen hadden ze wel gevraagd van, kunnen we dan, zullen we nog een seizoen verder? En ik dacht, ik trek het niet meer. Want het is wel echt, Elisabeth is een hele pittige rol. Mm. Heel veel promotiewerk en bla bla. En het was natuurlijk dan heen en weer rijden de hele tijd. En ik dacht ook, ja, maar ik wil ook nog wel meer doen dan alleen maar. Ik heb niet 4 jaar toneelopleiding gedaan om alleen maar Big & Betsy te doen. En daar was ik vooral ook heel erg bang voor. Want ik zag dat bijvoorbeeld bij al die plopmensen gebeuren. En ik denk, ja, straks mm-hmm. ben ik altijd Betsy. En dat ben ik nu sowieso wel al. Maar ik zal met je doen. Daardoor was het mogelijk geven voor mij om daarna ook weer andere televisiedingen te doen. Het heeft wel een paar jaar geduurd. Dan heb ik die serie De Wet volgens Milo gedraaid. Er zat echt wel een aantal jaar tussen. Want ja, dat is dan nodig voor mensen om te snappen van, oh ja, dit is niet alleen maar Betsy, dit is gewoon een actrice die toevallig ook Betsy heeft gespeeld. Maar ze hebben dus niet, dat jij weet, nog plannen gehad om het daarna nog iets mee te doen? Ze misschien met jou konden bespreken om een pauze in te lassen, dat jullie het daarna weer gingen oppakken? Of was het echt gewoon, toen klaar? Daarmee was het dan wel echt klaar. Nu, ik denk ook dat met de films en zo, dat kwam ook met Kabouterplop echt wel iets later. Ik heb ook wel het idee dat Studio 100 daarna echt langzaam, dat is natuurlijk stijgt, maar ze zijn ook langzaam steeds groter geworden en dan kwamen er steeds meer dingen en zo bij. Ik weet dat wel de vraag was om nog een serie of in ieder geval nog een reeks te draaien. Maar dat ik toen heb gezegd van, Voelde je toen niet ook een beetje schuldig naar de rest of zo van de cast? Dat je denkt, ik neem hun werk af of zo? Ja, dat wel. Gelukkig waren het wel mensen die sowieso allemaal genoeg te doen hadden. Yeah. Maar ik vond het gewoon belangrijk voor mijn carrière, zeg maar, om niet alleen maar één rol te kunnen doen op tv. En tegelijkertijd ben ik nog steeds heel blij en dankbaar dat ik het überhaupt heb mogen doen. Want het is nog steeds heel erg leuk. Ik geniet er nog steeds wel van. Yes! Ik zat stiekem in je kleedkamer. Die staartjes en een Betsy outfit. Het zou echt heel eng zijn. Het eerste moment dat jij op de set liep van Big & Betsy, wist je toen al hoe die eruit ging zien of kwam je binnen en dacht je, oh my god? Nee, want we hadden wel al een... ik had gezien of hoe de set eruit ging zien. Nou, meer wat jouw verwachting was. Of je al wist, misschien had je al tekeningen gezien, weet je wel, van decor of zo. Ja, dat hadden we al gezien. Ook omdat we wel, dat hadden we wel, zeg maar, besproken. Ook hoe ik eruit zou zien. En dat was natuurlijk, eerst was dat een heel klein setje. Want dat was gewoon alleen maar, zeg maar, 2 wandjes en een tafel waar we achter zaten. Hè, omdat dat dan die aankondigingen waren. Alle dingen in. Maar daarna, toen ze dan de serie gingen maken en toen dan de set werd opgebouwd bij Studio 100, dat weet ik nog wel, dat ik dacht, wauw, wat gaaf, het zag er zo leuk uit. Ja. Dus je ging ook eerst een keer gewoon even helemaal rondlopen, helemaal kijken. Zeker, want het decor van zeg maar onze boerderij in die keuken, Pim, die heeft dat ingericht. Nou, dat was zo leuk, er zaten overal kleine dingetjes. Ja. Dat heb ik langs ook nog eens gezegd. Ik heb echt gewoon, al die tijd dat we daar aan het spelen waren, ik ontdekte elke keer weer nieuwe dingen. Er zat overal kleine tierlantijntjes neergezet. En ja, dat is superleuk, want dat maakte dat het zo levendig eruit zag. Dus die keuken, die was ook echt ingericht met allemaal spulletjes en van die kleine hebben dingetjes. Heb je ook iets meegenomen als ter herinnering? Want je wist natuurlijk niet dat het überhaupt ging stoppen, dat je ging stoppen. Nee. Dus je hebt dat niet gedaan. Had je dat wel willen doen, stiekem? Nee, ik weet nog wel dat zo'n klein varkentje zat op tafel.
stond op tafel in een van die potjes. En dat is zo'n squeezy balletje-achtig spul, maar dan in een varkentjes. Daar heb ik wel veel mee gespeeld. Oh, geinig. Ja. Kijk, ja, je zei al aan het begin, ik weet niet, was dat in het vorige gesprekje of was dat aan het begin? Ik heb geen idee. Maar je zei dat je nog die knuffel had van Big, zo'n grote knuffel, toch? Had je nog verder iets van merch nog thuis liggen? Ja. Goh, wat heb ik nou allemaal gehad? Loopt een beetje vast. Oeh. Oh, sorry. Niet vallen. Dus wat had ik allemaal aan merchandising? Een boterhamtrommel. Een roze plastic boterhamtrommel. Schriftjes, pennen, een mok. Van die tekenschriftjes waar je dan van die stickertjes in had en zo. Trui, een t-shirt. Ja, veel. Als er een revival komt van Big & Betsy, ten eerste zou je dan meedoen, zou je ja zeggen. En ten tweede, waarover moet het dan gaan? Waar denk jij dat Betsy nu mee bezig is? Oh, dus Betsy is ook groot geworden dan, volwassen geworden. Ja, dus we zijn nu gewoon verder in de tijd. Ze woont nog steeds met Big, denk ik. Maar wat doet ze? En zit ze nog steeds in hetzelfde scenario? Goh, nou als het dan, misschien dat heeft natuurlijk helemaal niks met Big & Betsy te maken. Maar wat mij dan wel heel erg leuk zou lijken, is dat Betsy andere kinderen gaat helpen. En dan bijvoorbeeld kinderen met die echt in need zijn. Dus de kinderen die bijvoorbeeld gehandicapt zijn, lichamelijk of geestelijk. Of kinderen die het moeilijk hebben thuis of in moeilijke situaties zitten. Of in een gastgezin wonen en die leuke dingen willen doen of... Zoiets. Als Betsy op die manier zou kunnen bijdragen, dat lijkt me dan wel leuk. In Plopsaland en Pannen staat de Big & Betsy boerderij. Ben je daar de afgelopen jaren nog wel eens geweest? Nee, dat is heel erg lang geleden. Ja, een aantal jaar geleden is mijn zoon daar nog geweest. Samen met vriendjes. En toen zei die wel, toen zei Luca wel van... waarom ga je dan niet mee, mama? Toen zei ik, nou, dat is misschien een beetje onhandig. Dat begreep hij niet echt. En toen kwam hij terug, toen zei hij... Je bent echt heel erg beroemd daar. Ik know, helemaal echt. Dat is echt zo. Jouw energie hangt er gewoon. Toen ik daar weer liep, dacht ik, oh my god, Big & Betsy. En toen zei die ook al, en ik hoor die echt de hele tijd overal zingen. Ja, sorry schat, ik kan ook niet zo doen. Ben je nog wel eens benaderd door studio's voor een andere productie of een rolletje ergens in? Nee. Nee, dat vind ik wel jammer hoor. Want ik zou, ja, dat dacht ik al. Ik vind het een fantastisch bedrijf. En ik, ja, ik dank gewoon heel veel aan hun. Nee, eigenlijk niet. Ook niet in, in hun nieuwe musicals. Nu moet ik ook wel zeggen dat ik daar misschien ook elke keer dan net niet in pas of zo. Omdat ik qua leeftijd misschien dan net een beetje tussenval. Ja, maar ook, misschien heb je dan al letterlijk andere rollen natuurlijk. Want je bent best wel veel bezig. Misschien, weet je wel, dat loopt allemaal door elkaar heen denk ik ook. Soms. Klopt. Ja, dat klopt. Maar ja. Je bent wel gewoon goed en... met Studio 100 uit elkaar gegaan, toch? Zeg maar toen je verder wilde. Ja, gelukkig wel. Ja, want dat ook natuurlijk dat we misschien boos werden of zo, I don't know. Ja, nee ja, of dan weet ik daar niks van af. Nee, dan had ik dat inmiddels al meegekregen. Nee, ik vind het gewoon heel knap wat ze allemaal hebben bereikt. Ook met al die parken die ze hebben. Ik weet hoe loeihard zij hebben gewerkt daarvoor. Ja, alleen maar respect voor en bewondering voor wat ze hebben bereikt. Heb je het wel nog eens gekeken? Op YouTube of zo, de afleveringen? Wel hoor, ja. Ook omdat ik heel veel afleveringen nooit heb teruggezien. Oh, ik denk dat ik eens want ik geef les op DAPA. Dat is Dutch Academy of Performing Arts in Den Haag. Dat is een MBO voor musical. En ik denk dat ik daar toen een klein stukje heb laten zien van iets. Of was dat nou niet van Big & Betsy? Ik weet het niet meer. Vind je dat lastig om naar jezelf te kijken? Want ik heb dat heel erg, maar andere acteurs hebben dat ook heel erg. Als ze naar zichzelf kijken, heb je dat ook? Ja. Ja. Heel kritisch. Ja, dan altijd, Oké, ik heb nu een soort snelle vragenronde. Maar beantwoord het niet te snel, want anders gaat hij storen, denk ik. En dan horen we niet wat je zegt. Oh ja, oké. Maar dit zijn hele random vragen. Oké, you ready? Droomprinsen of het is voorbij? Droomprinsen komen en het is voorbij. Oh, zo! Ja, kom maar. Het is voorbij. Favoriete parfum? White patchouli. Oeh, ja. En ruikt er ook naar? Voor alle creeps? Ja. Okay.
ruikt echt heel erg lekker. Zoete popcorn of zout? Zoet. Favoriete film? Je moet er één kiezen. En ik weet hoe lastig dat is. Jeetje, één kiezen. Oh, maar dat is zo moeilijk. Iets met nooit. Is dat ook je celebrity crush? Zo, echt wel. Ja? Zo. Nee, hij scheen een... heel abusive te zijn, dus weet waar je aan begint. Oh, oké. Okay. Nou, dus als je nog een tweede optie hebt qua celebrity crush? Tom Baas. Maar vooral, ik vind hem fantastisch hoor in Undercover, maar ik vind hem vooral fantastisch als hij gewoon zichzelf is in zijn reisprogramma's. Hij is ook niet getrouwd volgens mij. Nee, maar volgens mij heeft hij ook al genoeg dames gegaan. Die dames kunnen niet tippen aan Maaike Boerdam, toch? Toch? Nou. Hij mag je bellen. Hij mag me bellen. Nee, dat is al alle gekheid op een stokje. Nee, maar volgens mij is dat gewoon een hele leuke man. En dat vind ik wel leuk. Een favoriete serie? Of serie die je nu binget? Ja, dat zijn er dan heel veel. Maar hetgene wat ik elke keer wel moet kijken is Modern Family. Ja, wat zo, hij stoorde heel erg. Ik hoor alleen Modern Family. Dus ik weet niet wat je daarvoor zei. Ja. Wat zei je daarvoor? Dat zijn er dan heel veel. Maar iets wat ik echt heel graag elke keer weer terugzie... is Modern Family. Dat vind ik zo leuk. Ik ook. En Cam en zo. En Gloria. Ja. Ik ga zo stuk. Ja, het is heel funny. Wat leuk. En favoriete musical? Dus niet qua rol, maar meer waar je zelf heel graag naar kijkt. Aida. En die komt terug. Ja. Ga je kijken? Ja, er zitten twee studenten in van mij. Big of Samson? Big. Dat had ik al verwacht. Assenpoester van Studio 100 of assenpoester van Into the Woods? Oeh, ja, dan toch assenpoester uit Into the Woods. Sorry. Je bent net als mij volgens mij. Ik kan ook nooit keuzes maken. Als iemand aan mij random vraagt wat is je favoriete film... weet ik veel. Ik kan niet kiezen van de top 20. I don't know. Dit is de eerste keer dat ik iemand ontmoet die dat ook heeft. Want iedereen is altijd, ja, deze. I don't know. Mary Poppins of Hartsvrienden? Als ik puur en alleen op de musical moet kiezen, dan zou ik zeggen Hartsvrienden. Of dan hè, Blood Brothers. Maar omdat het zo'n fijne voorstelling was om te doen, is het dan toch Mary Poppins. Haar los of in een knot? Ja. In een knot. Ja, eigenlijk altijd. Ik doe het eigenlijk altijd in een knot. Ja, maar thuis altijd los? Nooit los. Nee, ik dacht dat zou ik niet overleven. Nee, altijd in een knot. Ik sta s'ochtends op en in een knot en daar blijft het meestal zo zitten tot ik s'avonds naar bed ga. I get it so much. Chocola of snoep? Snoep. Maar mag er in dat rijtje niet ook chips bij? Want dan is het chips. Heb je favoriete chipsmaak? Tomatenketchup, pickles, salt en vinegar. Je weet dat mensen dit allemaal gaan meenemen naar de tiefste ingang hierdoor, hè? Ze weten nu alles van je parfum, chips, crush. Ze gaan allemaal knuffels van Brad Pitt meenemen. Word sorry. Beste Big & Betsy aflevering. Maar ja, ik weet niet of je ze allemaal kan herinneren. Gewoon eentje die echt meteen bij je opkomt van die ik heb gedaan, of zo. Nou, ik weet niet meer welke aflevering het was, maar ik moest toen een taart in Mirjam de gezicht gooien. Vooral ook omdat ik dat echt wel heel moeilijk vond om dat te mikken. En je doet zo, dan zakt hij dus langzaam. En het is warm in de studio met die lampen en zo. En dan, ja, maar dat was wel leuk. Naar wie kijk jij op? Zowel Nederlands, Vlaams, Amerikaans, maakt niet uit. Oprah Winfrey. Ja, ik heb onlangs een heel interessant boek van haar gelezen. Geschreven samen met Dr. Perry. Wat is je overkomen? Heel, heel mooi, heel inspirerend boek. En op musical vlak, wie zou je dan kiezen? Waar je heel erg naar opkijkt? Iemand met wie ik wel... echt heel graag heb gespeeld, was Simone Kleinsma. Ik wist het direct, die naam cirkelde in mijn hoofd. Dat is zo geweldig. Ja, en ze is ook als mens heel erg lieverd. Maar ik heb wel heel vaak in de coulissen gekeken, als zij dan Norma Desmond speelde, dan zat ik echt naar haar te kijken en dacht ik, ah, het is echt goed. Ja, ja. Take-out of zelf koken? Take-out. Ik hou niet zo van koken. Ik moet het natuurlijk wel gewoon doen, hè, want ik heb een kind. Maar... ja, ik moet het helemaal opruimen. Beste tegenspeler ooit, na Simone Kleinsma dan? Op podium, hè, bedoel je? Ja, maakt niet per se uit. Gewoon je beste tegenspeler. Poeh, god, er zijn er zoveel, joh. Ik vond bijvoorbeeld Lucas van den Einde in de Rozenoorlog fantastisch. Maar ik vond bijvoorbeeld Richard Spijker
Die heeft een zo mooie stem. Oh man, als die begint te zingen dan... Zo mooi. Oh, maar ik vond bijvoorbeeld... Ik heb in Miss Saigon... heeft Jamai Loman heeft nog even Chris gespeeld. Fantastisch. Ja, ik had het op YouTube gezien. Ja, met alles erin. Ach, ik hou daarvan. Ik vond het echt denk ik een van de beste Chris performances die ik had gezien. Ja, allebei zo 100% voor. En ja, niet dat het dan nog... Het klonk uiteindelijk nog wel mooi. Maar dat was niet meer het doel of zo, weet je. Dat ging daar voorbij. Het was alleen maar emotie. Dat was heel fijn om dat samen met hem te doen. Zomer of winter? Zomer. Kan je niet kiezen. Herbst, ja, nee. Maar ik hou echt heel erg van skiën. Dus dat is dan natuurlijk wel weer in de winter. Lijkt me doodeng. Nee, is leuk. En je hebt geen controle over je voeten. Maar dat moet je leren dan, hè? Oké, misschien ooit. Jurk of broek? Broek. Wie? Oh, dat hebben we net al behandeld. Ga ik lekker, hè? Ik ben echt onprofessionele interviewer, imagine. Zou je zelf op een boerderij wonen? Ja, dat hangt er dan van af wat ik dan allemaal moet doen. Alles wat Betsy deed. Oh. Ja, maar niet met echte varkens. Ja, waarom niet? Zo zielig voor me. Nee, varkens is niet zo mijn ding. Ik hou niet zo van varkens. Ik eet toch geen varkens. Ja, en Betsy, die varkensvlees eet dat sowieso niet echt een leuke. Met een moestuintje of zo. Ik zou wel een boerderij willen wonen, omdat het gewoon lekker verruimd is. Ja, en, lekker ja, dat zou ook kunnen. En er mogen dan wel wat kippen rondlopen. Of een hond die dan lekker gewoon kan vrijlopen. Dat lijkt me wel leuk. En gewoon een tuinbroek, twee staartjes. Ja, bijvoorbeeld. En hou je zelf ook van taart, zoals Betsy? Meer van de chip, hè? Ik mag heel wat dingen niet eten. Ik mag geen gluten, ik mag geen ei en ik mag geen koemelk. Dus dan is een taart best wel moeilijk. Mm. Nee, geef mij maar die zak chips. Dan ben ik ben meer van de chips. Nou, als ik ooit ergens kom kijken, neem ik dat allemaal mee in een doos. Ik zweer het. Oh jee. En nu de grote vraag, hè? Ja, ja? Be ready. Wou je dat je mevrouw Pruim geslagen had? Nee. Laat ik eerlijk zijn, she deserved it. Oh. Je keek één keer en ze werd meteen pissed. Ze belde de woningbouwvereniging, everything. Maar het is, kijk, omdat de actrice, omdat Mirjam Bronswaar zo'n leuk mens is, en we echt zoveel lol hebben gehad bij die opnames. Nee, never nooit niet. Dat zou ik, nee. Nee, niet, nee joh. Ik bedoel gewoon, als het echt een kracht zou zijn, hè. Imagine. Oh nee, ook een taart in haar gezicht gegooid. Dat vind ik ook best wel een slap in de face. Precies, want mensen slaan is sowieso geen optie, maar... Nee, slaan is geen optie. Als je het doet, mag het wel. Ja. Had Big toevallig darmproblemen? Moest je veel met hem naar de dierenarts? Ik heb vroeger een mopshondje gehad. Edie, met zo'n plat neusje. Die snurken de hele tijd. Net een varkentje. En die hebben ook zo'n krulstaartje. En die laten dus... Scheten, dat is niet normaal. Dus ik had gewoon mijn eigen varkentje eigenlijk thuis. Alleen dan in hond. Je had dan een beer. Heb je er wel aan kunnen wennen? Ja. Hey, als laatste, hè, want de vragen dan heb ik gehad. Heb jij twee elastiekjes? Nee, sorry, maar ik kan wel iets voor je doen. Jongens, dit is een iconisch moment. Na al die jaren komen de staartjes terug. Nou ja, een staartje. Daar is het woord van. Betsy 2.0. Betsy 2.0. The modern version. The cheaper version. Wat nou cheap? Straks gaat Kim Kardashian, die doet mij dat gewoon na straks. Eigenlijk zouden ze royalties moeten betalen, hè? Die mensen met die tuinbroeken. Dat vind ik ook. Slee, oké. En nu willen we graag de intro van Big en Betsy. Oh jee. Wij zijn Big, Big, Big en Betsy. Big, 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 big en Betsy. Jij bent big en ik ben Betsy. Ik ben... Oh, dat zing jij dan? Ik ben big en jij bent Betsy. Woehoe! Yes! Yay! Ik ben een vervolger.
En dit was alweer het einde van deze video. Dankjewel Maaike dat ik je mocht interviewen. Het was echt een eer. Ik ben zoveel te weten gekomen. Dank jullie wel voor het kijken. In ieder geval. En mocht je nieuw zijn, abonneer dan vooral. Want ik heb gezien in mijn instellingen dat de meeste van mijn kijkers niet geabonneerd zijn. Ik zou het heel fijn vinden als je dat doet. Dus doe dat dan vooral. En like, reageer, laat me je favoriete momenten weten. En hopelijk zie ik jullie dan heel gauw bij een volgende video. Doei!